Yes, ik heb een droom. Ik wil ooit scheidsrechter zijn bij een wedstrijd van de Eredivisie. Eredivisie? Wat dacht je van de Champions League? Champions League? Wat dacht je van het WK? Pff, stel je voor, we staan daar gewoon alle drie als team. Misschien sta je wat tegenover Mbappé of Haaland. Maar wat dacht je van Messi en Ronaldo dan? Alle respecten, maar die zijn al lang gestopt. Maar oké, genoeg gepraat. Het is toe, za! Deze strijders achter ons zijn toekomstige wereldscheidsrechters. Wil jij nou ook een scheidsrechter worden? Meld je dan aan via kvb.nl/ikwordscheidsrechter. Wow, 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 wow. Het is matchday. Oftewel de dag van de wedstrijd. En wij zijn vandaag het arbitrale trio. Arbitrale trio. Het is niet zomaar een derby. Het is Barendrecht tegen Smitshoek. De spanningen kunnen hoog oplopen. Wij hebben deze wereldwedstrijd in onze pocket. Het is tijd om te beginnen. Ai, 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 ik kan het niet geloven. Ik ben de scheidsrechter bij deze derby. Samen met Koen en Rendel. We gaan officieel ons debuut maken. En dan pakt meneer Touzani de bal op en dan loop je gewoon naar de middenstip. Tja, we worden onthaald met een legendarisch gejuich en geklap van de supporters van Barendrecht. Ai. En het is net Champions League, man. Ik denk, oh, ik ga een rilling in mijn hart. Ik denk, oh, gaan we echt vlaggen, joh? Oké, is goed. We maken ons klaar voor de wedstrijd. De spanning en verwachtingen zijn hoog. Heel. Ja, als het dan daar begint en iedereen geeft je een hand, dan weet je, the game is on. The game is on. Nou, de game is nog niet on, want ik neem jullie mee naar de warming-up. Vlak voor de wedstrijd was er een andere wedstrijd bezig en daar ging het helemaal fout. Gelukkig was Koen er als de kippen bij. Ik kan het niet over mijn KNVB hart laten gaan dat ik ze daar laat vechten met elkaar. Ik is het om gewoon niet in elkaar. Gewoon lekker voetballen! Lekker voetballen! Ik heb niet heel veel hoeven doen. Het was gewoon, ik sta daar in mijn zwarte mooie pak en dat is natuurlijk heel overtuigend. Dus ze waren gelijk ook gestopt en. Hey, hallo, is niet jouw wedstrijd. Eruit. Hé hey jongens, kom op, lekker voetballen man, fuck hem met jullie. Misschien was het ook wel goed om dat even mee te maken voor de wedstrijd. Ik bedoel, wij gaan een derby fluiten, super spannend. Derde tegen de vierde plek, ook niet zomaar een wedstrijd, officiële wedstrijd. Het heeft ons goed gedaan. Oh, kap! Wat een goal! 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 Dat was niet heel slim natuurlijk, want dan laat je zien dat je eigenlijk voor een ander team bent. En je moet altijd neutraal zijn als scheidsrechter of als grensrechter. Let op, let op. Kijk, kijk, let op, let op. Wat gebeurt er? Wat gebeurt er? Uitbal. Voor wie? Voor wie? Voor wie? Voor wie? Voor die. Ja, dus dan doe je zo. Bro, kom je niet uitleggen. Nee, nu zijn we het uitleggen. En vergeet de piep niet, hè. Kijk, deze. En dan gaat hij trillen. Waarom moet hij trillen dan? Wacht, jij begrijpt niet waarom deze trilt. Jawel, jawel. Als ik de situatie niet heb gezien, nee. Jij niet. Ik snap hem niet. Nee. Als zij deze knop indrukken, krijg ik hier een trilsignaal. En ik hoor ook een piep. Dus stel, Rendel is achter mij, ook al zie ik hem niet vlaggen, dan weet ik, hé, er vlagt iemand. En dan kan ik gaan kijken. Okay. Je moet over veel dingen opeens nadenken. Tijd gaat opeens supersnel. Dus wat ik ervan geleerd heb, is dat we echt veel eerder aanwezig moeten zijn. Zeker als het de eerste keer is om al deze foefjes op tijd af te hebben. Dat is niet nou, allemaal door jou, man. Zie je? Ik zit er geen moest eerder komen. We merken dat het super veel spullen zijn. Allemaal dingetjes die nieuw zijn voor ons. Deze dingen verbinden, dat ging gewoon helemaal fout. Ik bedoel, al die dingen aandoen, dat is echt een gedoe. Dat ging niet helemaal lekker, eerlijk gezegd. Oké, je hoopt nog dat hij het gaat doen. Hallo? Hé? Ja? Nee. Hij is echt vervelend, joh. Hij is echt vervelend. Ja, voordat de wedstrijd begint, ga je toch even de kleedkamer in. Dan ga je even een praatje houden. En ga je eigenlijk alvast aangeven van jongens, kom op. Ik ben hier om een geweldige wedstrijd te fluiten. Jullie moeten mij helpen, ik help jullie. Ik ben ook menselijk, wij kunnen fouten maken. Scheidsrechter Touzani in de building, goeiedag. Ik kom hier om zo'n net mogelijke wedstrijd te fluiten voor jullie. Ik weet dat bij een derby altijd die spanning net extra is. Kalma, kalma. Ja, ik heb geen zin in debat op het veld en zo, wat je ook bij tegenwoordig in de Eredivisie ziet. Gun mij ook een mooie wedstrijd, hè? Absoluut. Maar gun vooral jezelf een mooie wedstrijd. Goeiedag, Sofiane. Hey. Ik kan je nu alvast zeggen, geen enkele scheidsrechter fluit perfect, dus dat zal ik ook niet doen. Maar weet dat elke beslissing die ik doe, is puur. Op dat moment wat ik denk, wat ik vind en noem maar op. Hey. Ik hoor jou wel, man. Hoor je mij? Ik hoor jou. Je hoort mij! Het is een kastje! Het is gelukt! Het is weer gek. Ja. Jongen, maar flessen met die toren en al die torens. En nu heb ik die goeie.
We hebben een rapporteur. Wat is jouw naam? Jeroen. Jij hebt al een diploma, hè? Ja. Dus jij kan eigenlijk ons goed observeren en na de wedstrijd vertellen hoe wij het hebben gedaan. Ja. Ja? Pak pen en papier, hou alles bij en vertel ons na de wedstrijd hoe wij het hebben gedaan. En eerlijk, hè, wij kunnen gewoon tegen kritiek. Wij willen waarschijnlijk net als jou ook uiteindelijk een Champions League finale of een WK finale fluiten. Ja. En toen was daar de aftrap. Oh, dit is een goede bal. Oh. Dit is een goed duel, goed duel. Ja, en cornerbal. Na dat eerste vlagsignaal, dan glijdt die spanning gewoon van je af. Want dan weet je gewoon, I got this. Oké, okay, Rendel, meelopen, dichterbij. Ik ben er. Hey, niet lachen. Niet lachen. Oké, sorry. Als daar een overtreding wordt gemaakt, moet ik op jou rekenen? Ja, je hebt gelijk. Die bal kwam naar mij toe en ik dacht, wat moet ik doen? Moet ik mijn vlag omhoog doen? Moet ik mijn vlag omlaag doen? Ja, ik was een beetje zenuwachtig. Ja, hij ligt goed. En achterbal, sterk Koen. Ja. Dit is geen buitenspel. Oh ja, hij is geraakt. Oké, boys, let op, hè. De wedstrijd is nu rustig. Maar in de wedstrijd kan in één keer omslaan. Hè. Dus we moeten niet te blij zijn dat we nu een rustige wedstrijd hebben. En tot nu toe heerlijk, jongens. De sfeer zit er goed in deze wedstrijd. Lekker bezig. Geen enkele overtreding gemaakt. Oh, hensbal. Ja. Hensbal. Hens. Ja, ik vond het wel fijn dat ik continu contact had met Rendel, met Koen. Het is gewoon fijn dat je dan aangeeft van, hey, nee, niks aan de hand, je kan gewoon doorvoetballen en niet dat je elkaar aan hoeft te kijken. Je kan gewoon lekker blijven kijken en lekker door met elkaar praten. Blijf scherp, mannen. Hey, doorspelen. Ja, ik vond het ook niet zo erg. Hey, achterbal. Nee, tenminste. Ja, nee. Keeperbal, jongens. Goed opletten. Wow, mooie actie, hoor. Iemand van het publiek zegt, Soef loopt te weinig. Loopt? Ja, maar het gaat om dat je slim loopt. Is binnen. Oh. Nee, goed duel. Nee. Door. Kom op, jongens. Hey. Beide. Ja, hij kreeg een duw in zijn rug. En je kan er een penalty voor geven. Ik vond het iets te licht. Ik vond het ook niet echt een penalty, maar ik vond het te licht. Alhoewel ik wel zijn frustratie begrijp. Kids, achter het hek. Soef. Hallo. Klasse. Achter het hek. Vrije trap. Ja, die zag ik ook, man. Barendrecht. Ik heb de spray. Nee. Geen buitenspel. Hij wilde stappen, maar niet op tijd. Ja. Ja. Goeie bal, hoor. Mooi bal. Het gaat perfect, man. Het gaat echt... Ik ben aan het genieten. Goeie wissel, ja. Zo. Hey, die zou wel, wel gek zijn, hè? Die man heeft wel lef. Ik ben niet voor jou of zo, maar ik ben wel liefhebber. Lekker bezig, jongen. Het is denk ik wel belangrijk om continu in contact te zijn met de spelers om je heen. Weet je, om die vibe een beetje goed te houden. Ik denk ook niet dat het verkeerd is om een compliment te geven aan spelers. Barendrecht Smitshoek, complimenten tot nu toe. Geweldige wedstrijd. Binnen. En Barendrecht bal en we krijgen een wissel. Wissel. Ja. Top. En weer terug naar je coachvak, hè? Als je naar de wedstrijd kijkt, wie denk je dat gaat winnen? Ik denk echt dat het 4-4 wordt of zo. Ik denk dat we maximaal 2 goals kunnen verwachten. Ja, echt max. Hij zegt echt max. Waarom zeg je dan 4-4 net? Ja, gewoon. Ik wilde daarmee zeggen dat het gelijk wordt. Ja. Ik denk dat het gelijk wordt. Je hebt laatkomers en je hebt meepraten. Hey, niet te veel smokkelen. Ik zei continu tegen de jongens, let op, het gaat fantastisch, maar er kan iets gebeuren waardoor het helemaal om gaat slaan. Net voor de rust, ja, dan kreeg de nummer 17 met de rechtsplek uit mijn hoofd, kregen ze ruzie. Hey, ik zie jou. Nummer 17. Let op 17. En op een gegeven moment ga ik er naartoe, zie ik dat toch nummer 17 nog wel hoog in zijn emotie zit. En dacht ik van, wacht eens even, dit is het moment, nu moeten we scherp blijven. Ja, laat me. Kom, is niet nodig, bro. Kom op, verpest niet deze keer, maar kom op. Ik ga het slaan. Broer, je gaat stress hebben voor niks, alsjeblieft, hou daarmee op. Ik zou afsluiten. Ja. Boys, kom, we hebben een prachtige wedstrijd, ik wil geen gedoe. Ja? Jullie zijn allebei in het gevoel dat jullie onrecht hebben. Jij voelt dat je onrecht hebt, ik hou zo goed mogelijk in de gaten. Tamam? Ja. Kom, geef elkaar een hand. Kom op, bro.
Jij kan ervoor kiezen om hem meer te gaan treiteren, waardoor hij helemaal loco gaat worden. Mm-hmm. Of je kan mij helpen en gewoon geen aandacht aan geven en niet in zijn emotie meegaan. Ik denk ook, ik liet hem ook gewoon gaan. Maar ook niet lachen naar hem, dat soort dingen, snap je? Ja, dat is goed. Yes? Ja, dat is gewoon goed. Echt goed opgelost. Soef heeft ze bij elkaar gehaald, even uitgelegd. Jongens, zo gaan we niet met elkaar om. We zijn hier om te voetballen. Heel belangrijk. De jongen nogmaals zit hoog in zijn emotie. De wedstrijd zit in onze zak. Hij nog niet. Hé, hey, zeg nou eerlijk. Scheidsrechter zijn is toch geweldig? We gaan nog van alles bespreken, maar in tussentijd wil ik je nog een keer laten weten. Meld je aan via knvb.nl/ikwordscheidsrechter. Nog even kijken wat de mensen langs de kant van mijn optreden tot nu toe vinden. Het enige wat mij opvalt is dat hij de bal niet helemaal kan volgen. Dus hij zou iets meer aan zijn conditie kunnen werken. Hij blijft een beetje meer op middenveld hangen. Ik ben juist continu, probeer ik slim te lopen. Nee, ik heb jou aan één kant, ik heb jou aan één kant. Ja. En ik probeer gewoon de diagonale lijn aan te houden. En het tempo van de wedstrijd is niet zo hoog. Klopt. Dus ja, moet ik als een gek gaan rennen. Hij hoefde niet heel veel meters te maken, want het was een rustige wedstrijd. Het was niet een heel hoog tempo. Hij was ook resoluut gewoon met zijn beslissingen. Als hij floot, floot hij gewoon hard, overtuigend. Nou, ik vind hem uitstekend. Hij is niet aanwezig. Hij is echt bezig met het spel te leiden. En de grensrechter, die loopt aan deze kant loopt redelijk te vlaggen. Dus gaat prima. Het is tijd voor een giveaway. Jij kan iets winnen uit de FC Straatshop. Wat moet je doen? Laat in de comment achter wat jij nou belangrijk vindt waar de scheidsrechter op moet letten. Als je een comment achterlaat, vergeet dan niet jouw FC Straatnummer te vermelden. Je kan gratis lid worden van FC Straat. Als je nog geen lid bent, dan krijg je een FC Straatnummer. Zorg ervoor dat het de juiste nummer is. Want als jij wint, kunnen we jou ook een mail sturen van hey, jij bent de winnaar. Als je de koning een panda kan geven, hoe is het om als scheidsrechter pandas uit te delen? Let op. Gewoon aan de trainer van de tegenpartij, let op. Deze man gaat pas weten dat hij panda heeft gekregen als die filmpje uit is. Nummer 2 heeft hij ook niet door. Ik ga even naar de coach even zeggen dat hij nummer 17 moet oppassen. Hey, jullie hebben gezien, jullie nummer 17 is een beetje hoog in zijn emotie. Hè? Zou een beetje... Ja, even nog. Heb ik al gedaan. Maar ik heb jullie ook nodig. Hè? Vrij trap, Barendrecht. Jij hebt de lijn? Oké. Okay. Kom maar. Voordeel. Ik heb voordeel gegeven. Ik kon een penalty geven. Ja? Ik vond net iets te weinig en ze had ook nog eens een kans. Wat ligt er op het veld, hè? Lijkt op een flesje. Ja. Het heeft geen nut. Oh, blij trap. Ja. Nee, niet zo. Je moet draaien met die vlag. Ja, wapper. Goed. Dat is die wapper. Rendel moet wat resoluter zijn. Ik begrijp het. Allereerste keer. Ik had een paar onhandige dingetjes. Vlagje omhoog en gelijk omlaag. Ja, dat straalt geen zekerheid uit. Dan krijg je ook een beetje spelers en misschien de coach die zegt, hey, weet je, die gaan dan wat van vinden. Die zien dan ook de twijfel en daar maken zij dan, proberen ze gebruik van te maken. Oef. Goed opletten, want er wordt veel geduwd. Jammer Ian, mooie kans. Maar hebben jullie ooit gezien een mokko, een kabel en een Hollander die een wedstrijd onder leiding hebben? Met andere woorden, als we een keer iemand anders van Exelos B doen, dan word jij vervangen door Randy. Ja, tuurlijk. Als ik ooit mijn team zou wisselen, dan kan het best wel zo zijn dat Rendel als eerste eruit vliegt. Of jij door Achie. Ja. Maar ik geef hem nog heel veel tijd om zichzelf te recoveren. Ik ben benieuwd hoe hij de volgende keer is. Of ik dan echt een verschil ga zien. Als ik geen verschil ga zien, ga ik snel schakelen. Kijk naar Rendel, lekker stuk met kaki. En jij dan? Nee. Zo, geeft een goede bal die boy hoor. Zo. Let op Rendel, voorbij voor penalty. Hele mooie sliding, hè. Penalty. Ik vond het wel sneu voor die nummer 7, man. Je zag ook aan zijn gezicht dat hij dacht van ja, het is een penalty, want ik moest hem geven. Hij komt echt geen pingel. Nee, maar hij komt gewoon op zijn hand, snap je? Daarna geeft hij die penalty natuurlijk in de tweede helft. Ja, sneu, maar het is gewoon een penalty, helaas. Ik kan dan moeilijk, snap je? Hij staat hier, zijn hand was hier, hij komt daar tegenaan. Ik zag het niet goed, maar volgens mij heeft hij het wel goed gezien, Soef. Ja, dan kun je maar één ding doen, dat is penalty geven. Ja, doelpunt. De wedstrijd verdiende eigenlijk geen penalty, want het was gewoon eigenlijk op het momentje met nummer 17 en 4 na was gewoon een hele sportieve, eerlijke wedstrijd.
Vrijtrap, baanrecht. Hey, bro. Hey, dat voetje daarna hoeft niet, hè? Nee, maar ik geef je al vrijtrap, is genoeg. Springstrip, hoor. Nee, best wel. Gekke bal geeft hij daar, hoor. Nee, op de bal. Ja. Bal. Op de bal, 100%. Koen? Hey, Koen, ik zeg eerlijk, Koen heeft goed zijn huiswerk gedaan. Je ziet ook dat Koen, ja, die schakelt snel, hij is zeker van zijn zaak. Wissel! Ja, goed. Ja, wissel is geweest, we kunnen weer. Deze moet je scherp zijn, hè? Let op. Yes, ja. Hey, wacht. Ja. Roepen. 2-0 Barendrecht. Red erop. Ja, hij zit erin. Oh, wat een redding, zeg! Nee, loop zelf er tegenaan, Kom maar, bro. Ja, einde wedstrijd. Ik ben benieuwd wat de spelers en coaches ervan vonden. We begonnen sterk. We stonden 0-0 eerste helft. Tweede helft begonnen we ook ijzersterk. Eerste minuten kregen we een ongelukkige bal op de hand van Thiamo, waardoor ze 1-0 maakten. Ja, en daarna probeerden we nog alles recht te zetten, maar het is helaas niet gelukt. Van onze kant een beetje stroef. De eerste helft liep het nog niet echt vlotjes. De tweede helft wel een stukje beter. Maar, dat hij die penalty over het hoofd zag, nou ja, maar hij mag ook één keer een fout maken. Jeroen, we zijn oprecht benieuwd naar jouw bevindingen, dus neem maar mee, wat is je opgevallen? Dat ze aan het begin de assistenten verkeerd stonden. Oh, je begint wel gelijk. Ja, ja, okay. En hoe bedoel je verkeerd? Koen stond aan die kant, terwijl hij daar moest staan. En jij stond ook aan de verkeerde kant. Ja. Zie je al hoe het begint? Dus ik moet die kant. Ja, ik moet die kant. Zie je hoe het begint? U heeft ook goed gelet op die kinderen die langs de lijn stonden. Ook goed gelet op flesje water of aangeven van Koen. Veel op aangeven van Koen. Hij gaf ook die assist toen ik de koning een panna gaf. Hè? Koen Zitoen gaf de legendarische assist. Hij was super scherp. En toen... Koekoek. Yes, en u heeft ook goed gelet op de wissels. Ja, doe maar. En weer terug naar je koetsbakken. Wel daar één penalty gemist in de eerste helft. Hey, door, kom op jongens. Hey. Jij vond het een penalty? Ja. Nou, laat weten in de comments of jij het een penalty vond. Wat zou je voor cijfer geven aan Rendel? Eerlijk zijn. 7,5. Echt? Ja. Oh, dankjewel man. Vind ik echt onterecht. wat voor cijfer zou je aan Koen geven? 8. Maar een half puntje meer als Rendel. Ja, oké. Okay. Ja, gewoon accepteren, vriend. En u een 7,5. Echt waar? Ja. Yes. Ik heb toch gezegd. Ik denk dat jij een betere scheidsrechter bent dan een rapporteur. Dat klopt, denk ik al. Hey, het was een spannende wedstrijd. Het was een derby, maar eind goed, al goed. Vooral dat we de rust hebben kunnen bewaren. Vond je deze video tof? Doe een blauw duimpje omhoog. Abonneer als ben je geen echte voetballer of toekomstige scheidsrechter meer. En als je die scheidsrechter wil worden, meld je aan via www.knvb.nl/ Ik word scheidsrechter. Scheids! Maar je kan ook grensrechter worden. Mag niet.